dacht, naast me staat Berne van Leeuwen. Berne van Leeuwen heeft een boek geschreven. Er worden veel boeken geschreven over voetballers en over sporters en ook over Feyenoorders. Maar jij hebt over een unieke Feyenoorder een boek geschreven, hè? Jazeker, ik heb een boek geschreven over Jozef Kiepritz. Ik denk dat Jozef Kiepritz een van de grootste iconen is uit de Feyenoordgeschiedenis. En er zijn inderdaad al een hoop boeken verschenen over grote spelers uit het verleden, maar niet over Jozef Kiepritz. En ik denk dat Jozef Kiepritz een eerbetoon verdient. Er hangt natuurlijk zeker een mysterie om zijn persoon heen. En omdat het boek er niet is, dacht ik van ik ga hem zelf schrijven. Ik ben geen schrijver, ik ben supporter. Ik schrijf wel voor mijn hobby. Maar het is voor mij opgegroeid met Kiepritz op de tribune. Dus ja, voor mij was het een geschikt onderwerp om aan te wijden. Je noemt Jozef Kiepritz een icoon. Is het een icoon of is het een cultheld? De definities die liggen misschien uit elkaar, maar ook alweer heel dichtbij. Ik vind het echt een icoon. Misschien als je kijkt naar speltechnisch, dan is het natuurlijk geen Van Hanegem of een Moulijn. Maar qua populariteit was hij natuurlijk immens. En dat heeft ook te maken met de momenten waarop hij er wel was. Er waren ook heel veel momenten dat hij er niet was, maar op hele belangrijke momenten was hij er wel. En ik denk ook zijn karakter, zijn persoonlijkheid heel erg aansprak bij het legioen, waardoor hij kon uitgroeien tot een van de populairste Feyenoorders. Zegt het, hè? Een populaire Feyenoorder, onmiskenbaar, maar ook een anti-held. Zegt dat wat over Feyenoord, dat zo'n anti-held hier zo groot kan worden? Ik denk het wel. We hebben natuurlijk wel vaker voorbeelden gezien. Ik kan me nog herinneren Babovic. Die vond iedereen fantastisch omdat zijn vader zijn salaris betaalde. Kiepritz, die werd gewoon betaald door de club. Terwijl dat geld er misschien helemaal niet was op dat moment. Maar Kiepritz, ja, een anti-held waarschijnlijk wel. Ik denk niet dat een speler als Kiepritz bij Ajax zo populair zou zijn geweest als dat hij bij Feyenoord wel kon uitgroeien. Waar gaat het boek over? Is het een biografie of wat is de insteek? Nou, ik vind het meer een eerbetoon. Eigenlijk wordt zijn hele carrière omschreven. Wat hem groot maakte, wat hem mysterieus maakte. En ook waarom hij nou zo geliefd raakte bij het legioen. Dus het is een carrièreoverzicht. Ik stip uiteraard wel wat zaken aan die daarnaast ook speelden. Wat nevenactiviteiten en wat dingen uit de persoonlijke sfeer. Maar het is voornamelijk het zuig je mee naar de jaren 90 en naar zijn periode. Met name bij Feyenoord. Hij heeft natuurlijk ook periodes gehad nog op Cyprus en in Hongarije. En zelfs nog heel kort bij Den Bosch. Maar ook daar kleefde altijd het Feyenoordgevoel aan. Heb je veel moeten spreken om tot dit boek te komen? Ben je ook in Hongarije geweest? Ik ben niet in Hongarije geweest. Ik heb hem wel gesproken. Hij leeft op dit moment een vrij teruggetrokken bestaan. Hij heeft wat tegenslag gekend, waardoor hij wat eenkennig is geworden. Hij weet dat het boek verschijnt. Hij vindt het een mooie eerbetoon. Hij heeft wel gezegd, eigenlijk alles over die periode is wel een keer verteld. Dus richt je daarop. Dus dat heb ik voor dit boek ook gedaan. En komt hij naar Nederland nog voor een presentatie of iets dergelijks? Daar zijn we uiteraard mee bezig. Een van mijn grootste wensen is om hem hier weer op de middenstip te hebben en hem eerbetoon te geven. Misschien nog wel meer dan het boek. Wat ik al zei, hij leeft toch wel vrij teruggetrokken. Is moeilijk benaderbaar. In dat opzicht is er wel iets veranderd ten opzichte van de guitige Kiepritz bij Feyenoord. Hij heeft vliegangst, dat helpt niet. Dus we doen er alles aan om hem naar Nederland te halen. Of het gaat lukken, dat is nog eventjes de vraag. De club staat er in ieder geval voor open, daar ben ik heel erg blij mee. En voor de rest hoop ik dat iedereen het boek gaat kopen, want hij kan de centjes ook wel gebruiken. De opbrengst van het boek komt ook ten goede aan Jozef Kiepritz? Niet geheel. Er zijn natuurlijk meer mensen bij betrokken. Natuurlijk ook de uitgever. Er moet gedrukt worden. Er ligt voorraad. Maar er gaat zeker een gedeelte naar Kiepritz. Het boek ligt op mijn bureau bij Rijnmond. Morgen hebben we FC Rijnmond. Zullen we afspreken dat we dat mooie exemplaar gaan weggeven aan een van de supporters van Feyenoord die nu kijkt? Ja, lijkt me een uitstekend idee. En ik hoop dat iedereen het omarmt. En dat iedereen de sympathie en het kloppende hart voor Kiepritz nog steeds heeft. En ik zou zeggen, lees het boek en ga helemaal terug naar die tijd. Want dan heb je een leuke leeservaring. Okay.